maandag en ik ben vrij, want het is Rosemontag. Ik ga nu even een broodje maken, want ik heb honger. En ik moet zo meteen boodschappen doen met mijn zusje. Ja. Oh ja. Gisteren is een vriend van de familie langs geweest. Om te kijken. Oh, ouch. Dat was niet de bedoeling. Nee, maar niet. Om te kijken of wij een schotel konden krijgen. Want wij wilden Spaanse televisie. Maar wat blijkt dus, dat kan niet. En het leukste van alles is, ik kan Fuller House in het Spaans kijken. Dankjewel Netflix. Boodschap gedaan, alleen ben ik vergeten te vloggen, alweer. Maar dat is niet al waar, want vorige keer heb ik dus wel gevlogd. En nu ben ik bij mijn ouders, want mijn zusje scooter doet het niet meer aan. Dus we gaan kijken of we die kunnen fixen. Wij hebben lekker vandaag pasta gegeten. En number 15, Burger King with fungus. Ja, mijn vriend is gek. Ik ga nu even lekker de Sims spelen, want daar heb ik even zin. Hallo! Nou, ik ben er klaar voor om te gaan sporten. Dit keer heb ik trouwens een andere broek aan. Want die broek die ik de vorige keer aan had, was kapot. En die is nog steeds kapot. En die moet nog gemaakt worden, dus vandaar. En dan ga ik lekker naar de sportschool. Hard sportende. Oh, even kijken. Weet ik niet hoe lang, 3 kwartier. Hij is ook mee. Gaat goed, zwarte? Nou, ja, ik filmde net niet. We zijn nu weer aan het wachten op de bus, want we gaan weer naar huis. We hebben lang gesport. Goedemorgen. Ik ben moe. Maar ja, hoort bij het leven. Ik moet namelijk om 8:30 op school zijn. Nu op de bus aan het wachten zonder muziek. Ik zie dat de bus er al aankomt. En de reden zonder muziek is omdat mijn kat net mijn beatskabel heeft kapot gebeten. Fijn. Maar die was al zo goedkoop. Dus ik hoop zo erg dat mijn oortjes vandaag binnenkomen. Want anders ga ik echt huilen.